Schaatser Erbe Wennemars ziet veel raakvlakken tussen topsport en agrarisch ondernemerschap. Dat vertelde hij vrijdag op de dag van LTO Noord voor Noord-Holland in Alkmaar. De tweevoudig wereldkampioen sprint op de schaats raadt er ruim 200 aanwezigen aan om alert te zijn en open te staan voor nieuwe kansen. De vier uitgenodigde boeren en tuiners op het podium waren daar volgens hem het levende bewijs van. Zo zijn knoflookteler Arjan Biesheuvel uit Slootdorp en kaasmaker Antoon Witte uit Den Burg niet voor niets genomineerd voor de prijs Agrarisch Ondernemer van het Jaar.